your number written on the back of my head. I got your number written on the back of my head. I got your number. Hallo. Goedemiddag, u spreekt met Inge Iemans. Ik heb een tijd geleden zo'n robotstofzuiger bij u gekocht. Zo'n platte, hè? Ja. En, ja, ik ben daar echt super tevreden van, zo, want daar rijdt mijn tapijt echt vanzelf af en zo. Allee, daar heb ik eigenlijk echt lang op zitten wachten. Iemand dat op mijn, in mijn plaats stofzuigt, dat begrijpt u wel, hè? Ja. Huh? Maar ja, nu is er wel een probleem. Allee, het is nogal gênant om te zeggen, maar... Mijn man die is zo bezeten door UFO's en buitenaardse wezens en zo. Ja, sorry, dat klinkt echt... ik weet, dat klinkt belachelijk, maar... Die denkt dus dat dat stofzuigerke, dat dat... Ja, een UFO is. Die legt letters in de cirkel en dan ziet je naar waar dat stofzuigerke gaat en dan schrijft hij op welke boodschap dat dat... Ja, zo gezegd schrijft, maar ja... Ik word er echt zot van. Allee, dat slaagt toch nergens op, hè? Niet, hè? Nee, ja. Ah, merci. Ja, ik ben blij dat jij dat ook vindt. Ja. Maar kun jij niet even zeggen tegen mijn man dat dat een stofzuiger is, wel degelijk, dat ik bij u heb gekocht? Want ja, als ik hem dat zeg, ja, dan gelooft hem dat niet. Wil jij dat gewoon even zeggen? Ja, hallo? Ja, u gaat me nu zeggen dat ik gek ben en dat dat een gewone stofzuiger is of zo? Ik weet niet, ja. Ik weet wat het probleem juist is. Ja, dat is geen stofzuiger. U moet mij eens vertellen, als ik uit de zetel opsta, hè, om naar het toilet te gaan of zo, waarom volgt hij mij dan? Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat ik meer van tv-huisje ben. Dus ik ben niet echt geïnformeerd over die robots zelfs. Nee, maar... Allee, dus, nee. Als... Oh, als u dan toch van TV Hi-Fi bent, hè, waarom verandert de post van de TV als u daar voorbij rijdt? Dat ik het niet weet. Dat ik het niet weet. René, kom aan. Dat hij niet aan die stof zei, denk ik. Nee. Ik heb dit weekend, hè, heb ik letters gelegd in een cirkel en ik heb gezien wat de boodschap was van de machine. En dat was niet toevallig. Ik heb het opgeschreven hier. Help ons terug naar planeet. Dat is toch geen toeval? Niet, ja, nee, maar denk voor zoiets dat je best een keer contact opneemt met het hoofdbureau. Van die stofzuiger, ik denk niet dat dat daar... Maar u blijft dat maar een stofzuiger noemen. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Waarom niet? Ja, dat vind ik bijzonder kwetsend. Ja, meneer, sorry. Bedankt voor de moeite, ja, maar het lukt blijkbaar niet. Hè. Hij is echt heel koppig, maar... Allee, toch, merci. Volgens mij overleven die buitenaardse wezens op spinnen. Op. Ik heb die spinnen zien als het ware naar binnen gezogen worden. Ja, meneer, ik ga u laten, maar toch bedankt voor de moeite. Ja, geen probleem. Dank u. Kijk daar, doe het weer. Hebben we het gezien? Da-da-da-da.